Deze samenvatting wordt u aangeboden door Garagebedrijf Veneman, Prins Willem-Alexanderlaan, Apeldoorn. Al meer dan 25 jaar een betrouwbaar adres voor verkoop, reparatie, onderhoud en schadeherstel van auto's. Hoofdsponsor CSV Apeldoorn. Zaterdag 7 november, PKC uit Groningen komt op bezoek op Sportpark Oudrebosch bij CSV Apeldoorn. CSV Apeldoorn dat vorige week verloor in Assen met 3-1. En dit zijn de 11 van keuzeheer Hannach van PKC 83. Die in het begin heel goed startte dit competitie, maar nu de laatste 4 duels met een nederlaag naar huis werden gestuurd. Hier de 11 van trainer Bram van Aken. Geen veranderingen. Gewoon Peter Veneman in het doel. Voorin natuurlijk Vennebeumer, De Brouwer en Thijssen. En natuurlijk Van Es, de architect op het middenveld. Hier Jochem de Wit, Richard van Beek, Robert Schildkamp en Niels Zwikker op de reservebank. Scheidsrechter van de ketterij uit Zeeland floot af voor het begin van de wedstrijd. Die zich af begon te spelen in de regen. Eerste gevaar kwam van PKC en dat was helemaal niet zo erg ongevaarlijk, want Robin Mulder zat daar dichtbij en Lucien Koestra. De Waal kan opruimen. Het was Van Es die daar de bal kwijtraakt en dan een prima schot van PKC, maar dat verdwijnt net over de deklat boven Veneman. Dat was een schot van Martijn Kamps. Etamadi geeft die bal voor, kan die helemaal op rechts opgepakt worden? Door Akswijk, die geeft die bal voor. Dan wordt er min of meer slapjes geruimd. En zo had PKC het begin van de wedstrijd Apeldoorn toch wel aardig in de verdediging gedrukt. Hier een prima redding op een schot van Robin Mulder. Nee, dat was van Etamadi door Peter Veneman. Dan uiteindelijk zal Apeldoorn een beetje uit de schulp kruipen. Hier op rechts wordt de Thijssen weggestuurd en De Brouwer. Maar die bal die had er toch echt in gemoeten. Maar goed, dat is dan niet gelukt. Even later zou het wel goed komen. Ingooien van Van de Hoek wordt verlengd door Vennebeumer. Dan is hier een overtreding van de aanvoerder van PKC. Die krijgt daarvoor een directe vrije trap tegen. En Van Aken die ziet dat zijn man Steven Van Es de bal prima in de bovenhoek krult. Buiten bereik van doelman Tom Eulink. En na 15 minuten spelen is Apeldoorn op een 1-0 voorsprong gekomen. Prima aangesneden vrije trap, keurig in de winkelhaak, buiten bereik van Eulink. En Apeldoorn leidt meteen tegen 0. En het blijft maar regenen op Sportpark Oudrebosch. PKC, een hele goed voetballende ploeg. Aardig combinerend, maar heeft in de mentaliteit wat te komen ze iets te kort lijkt het wel. Hier een voorzet achter de man langs en daar komt Akswijk, maar Shirtan Akswijk krijgt het niet voor elkaar om die bal te drukken en hoog over de ballenvanger boven Veneman langs. Apeldoorn dan probeert het, maar dit schot had natuurlijk weinig succes. Het blijft op en neer golven en Veneman laat weer zo zien dat hij een goede betrouwbare doelman is. Andermaal ontsnapt PKC. Akswijk. Gaat daar Van Es voorbij. Krijgt die bal voor en dan verdwijnt die bal op de paal naast Peter Veneman. En Apeldoorn komt met de schrik vrij. Lucien Kloestra die verandert de bal nog van richting zodat hij op de paal stuitert. En Veneman hier heeft mazzel dat de stand 1-0 blijft bij het wisselen van helft. Dan in de tweede helft. Een te kort terugspeelballetje en daar is Mark Vennebeumer heel attent mee. En hij schuift die bal onder doelman Eulink door. En Apeldoorn rijdt na 49 minuten met 2-0. En zo lijkt de wedstrijd op slot te gaan. Er wordt iets te kort teruggespeeld. Vennebeumer pakt dat buitenkantje mee onder de doelman door en Apeldoorn zit op rozen. Dat ziet ook de balkonside die daar natuurlijk heel veel plezier aan beleeft.
vrij slordig wordt er gespeeld bij PKC. Hier wordt de bal eigenlijk toch min of meer onnodig teruggespeeld. Dan gaat doelman Eulink ongelooflijk de fout in. En dankjewel, zegt Vennebeumer. Die bal die stuit het nog weliswaar iets op. Had ook maar zo heel hoog over kunnen gaan. Maar gelukkig in de 51ste minuut weet Vennebeumer de derde treffer voor CSV Apeldoorn aan te tekenen. Hier zien we het nogmaals. Eulink volledig in de fout. Vennebeumer, die bal die stuit het nog heel iets op. En het had toch verkeerd af kunnen lopen. Maar gelukkig voor Vennebeumer en natuurlijk CSV Apeldoorn leidt de formatie van Bram van Aken met een comfortabele 3-0. En Eulink die denkt, kon ik maar weer met een schone lei beginnen. Een spelervatting van doelman Eulink. Lang naar voren. Van Es komt er niet bij. Hoekstra wel. Weer Van Es en dan wordt hier op links Jaap de Brouwer weggestuurd. Die geeft die bal keurig voor en dan is het Vennebeumer die niet helemaal goed uitkomt. En de bal net niet genoeg kan drukken en de bal verdwijnt hoog over het doel van Eulink. Jammer, maar dat had een 4-0 eigenlijk moeten zijn. Apeldoorn, ja, het blijft redelijk voetbal in die tweede helft. Het was alles maar niet goed. En hier Jasper van Oorsprong, en die bal die stuit het op de lat. Of dat nou een voorzet was of een schot op doel, een bewuste poging, ik weet het niet. Maar de bal die gaat over Eulink heen, bovenop de lat. En jammer, wel een spectaculair moment voor het publiek. Dan is inmiddels Jochem de Weert in het veld gekomen voor Jaap de Brouwer. En hier heeft hij zijn eerste mogelijkheid in de wedstrijd. Maar die bal die verdwijnt naast het doel. En Apeldoorn heeft dan eigenlijk het betere van het spel in die tweede helft. Maar dan komt PKC toch op. Want die jongens die kunnen echt wel voetballen. Een hard schot laag over de grond. En ja, Veneman heeft betere momenten gekend in de wedstrijd. En in de 77ste minuut is het PKC dat een tegentreffer weet te produceren. En dat zal Apeldoorn best nog wel een klein beetje van slag brengen. Want ja, de ploeg ging wat meer achteruit lopen daarna. Prima doelpunt. En hij ja, zal dat ook niet echt prettig vinden. Maar goed, qua blunders staat het dan gelijk, zullen we maar zeggen. Maar Apeldoorn leidt gelukkig. Van Beek ook in de ploeg gekomen. Wordt hier, ja, tackelt hier behoorlijk fel terug. En dan is Martijn Kamps een klein beetje boos. En hij reageert zich af, maar die had al een gele kaart. En dat was dus niet echt slim. Want nu krijgt hij rood gepresenteerd door scheidsrechter Van de Ketterij. Die overigens prima floot deze middag. En deze man, de nummer 7 van PKC, moet dus voortijdig naar de kleedkamer. En dan is er dus eigenlijk geen vuiltje meer aan de lucht voor CSV Apeldoorn. Dat er met Jasper van Oorsprong hier nog een keer richting Steven van Es speelt. En zijn schot dwarrelt naast het doel van Eulink van PKC. En zo leidt en blijft Apeldoorn met 3 punten thuis. Want wat PKC ook nog zou proberen, het krijgt het niet meer voor elkaar. Dit is de allerlaatste mogelijkheid van Vincent Oosterkamp. Maar uiteindelijk blijft de stand 3-1 en wint Apeldoorn weliswaar verdiend, maar niet met schoon spel. We moeten gewoon reëel zijn. We hebben 3 wedstrijden gewonnen thuis en met het vernikken met de minste voetbal. We hebben betere wedstrijden gespeeld. Nou goed, het blijkt er maar meer dat het om de punten gaat en dat je op bepaalde mensen wedstrijden op slot gooit. Nou, dat heb je vandaag gedaan. Dat heb je eigenlijk tegen Geenemuiden heb je dat op een juiste manier gedaan, Berkem ook. Maar ja, als je dan kijkt naar het voetballende vermogen, ja, dat was vandaag een stuk minder. Toch tevreden? Ik ben heel erg tevreden met 3 punten en ook dat we op een andere manier wedstrijd kunnen beslissen. En ja, je bent een proces met de groep en je moet nog steeds wennen aan elkaar. En ik zie dingen die wij als groep willen laten zien op het veld en dat is heel positief. Heel veel succes volgende week. Dan komt het kamp, hè. Dus ja, goed, dat is de onderste, maar ook dat zijn op papieren de moeilijke wedstrijden. En kijk, dat is geen garantie dat we daar 3 punten pakken. En het blijkt wel dat het zo dicht bij elkaar staat dat je gewoon elke wedstrijd het op moet brengen. Het voetballende vermogen en het scorende vermogen om een wedstrijd naar je toe te trekken. Garagebedrijf Veneman, Prins Willem-Alexanderlaan, Apeldoorn. Supporter van bijzondersportief.nl